Henry, je eerste debat als lijsttrekker hier in Oosterwolde. Wat was het vanavond? Ja, ik vond het leuk. Leuke omgeving. Leuke mensen hier zo. Dan kun je echt goed zelf wezen. En ja, het is allemaal goed voorbereid. Je kunt echt zien dat ze hier een goed stel op dat, het dorpsbelang hebben zitten. Die weten wat de organisatie is. Strak georganiseerd. En ja, dan is het echt gewoon leuk. Nou, is je nog in de stelling iets opgevallen van een andere lijsttrekker waarvan je dacht, daar ben ik het niet mee eens? Ja, nou goed, het is natuurlijk een open deur, maar ik vind op Huub, Jurre, dat begon meteen al met de eerste stelling. Hij zelfs in zijn openingswoord even nog niet iets opgenoemd worden echt verstiet. En dat vind ik dan typisch wat Huub vaker doet. En dan probeert hij mij later onder u te halen. Nou, dan denk ik van ja jongen, dan moet je hem ook terug verwachten. En daar had het blijkbaar niet op berekend. Maar goed, dat vond ik wel eens een beetje onaangenaam. Nog maar zo even zeggen. Maar goed, als ze er een vrouw kunnen ze krijgen. Zo werkt het in de politiek natuurlijk weer. Hè? Is je vanavond nog iets opgevallen aan wat Oosterwolde vraagt aan de politiek? Wat moet de politiek meenemen volgens Oosterwolde? Wat is jouw... Ik denk dat er een heel duidelijk uitkomt. Dat ze heel goed in de gaten hebben. Dat ze voor een hele zware taak komt te staan. Dat ze de handschoen oppakt. Maar dat er wel betiend achter zit van de boodschap van jongens, laat ons niet vallen en laat ons niet in diepe springen. We hebben door wel hulp nodig. En dat is ook wat ik deel aan proberen te vertellen. Ja, je kunt alles willen, maar de mensen men leren, de mensen die men... Het is al mooi dat ze het oppakt, maar door hem ze wel ondersteunen. En ik denk dat die ondersteuning ook in de toekomst heel belangrijk wordt. Ja, ik denk ook dat het beeld is wat vanavond wel bleef hangen. Dat de samenleving toch wel wil dat het gemeentebestuur niet alleen taken over de schutting gooit. Nee, nou, dat is wat we proberen te verkondigen elke keer. En ik weet het wel, ik ben iets korter van stof. Ik heb niet die uitgebreide verhaal. Maar ik denk dat het wel bij de mensen overgekomen is en dat het toch wat blijft hangen. Ja, daarom met boswandelingen komen we er niet mee, of niet, Henry? Goed zo, hartstikke bedankt. Ja, jongen, bedankt. Goeie, hoi. Hey.